maar hij wil dus niet terug naar de psychiatrische inrichting. Op afstand blijven. Meneer, ik geef u één kans. Blijf op afstand met dat mes. Kom geen stap dichterbij, ik taser u. Welkom bij een nieuwe GTA 5 video met vandaag weer een nieuwe Nederlands politiepatrol hier dus in GTA met ook weer een nieuwe auto. En naar mijn mening misschien wel een van de vetste auto's die we ooit in GTA 5 hebben gehad. Daarvoor de dikste shout-out ooit naar mijn maatje Ido. Die heeft echt heel wat uren, echt heel veel uur kan ik jullie vertellen, gespendeerd aan het maken van deze auto, namelijk de Tesla Roadster. Hij is gewoon in GTA 5 als Nederlands politieauto gemaakt. Geniaal! Ja, 1-op-1 is het hem gewoon. Voor de mensen die niet weten wat de Roadster is de eerste supercar. Of ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar het is in ieder geval een supercar van Tesla. Ik weet niet of het de eerste is. Waarvan ze hebben gezegd dat hij in 1,9 seconden naar de 100 gaat. Bizar, in ieder geval onder 2 seconden naar de 100. Snelste supercar alle tijden. Hij kan ook gewoon 400 rijden in, volgens mij net aan 20 seconden. Ik heb mijn research niet al te goed gedaan wat dat betreft. Maar bizar. Gewoon de snelste supercar alle tijden. Elektrisch natuurlijk ook nog eens. Het schijnt de actieradius te hebben van 1500 kilometer. Het gaat helemaal nergens over. En Ido heeft hem gewoon in GTA gekregen met de Nederlandse politieskin erop. Dus echt dikke shout-out naar Ido. Zijn linkje kan je vinden in de beschrijving. Hiermee gaan we vandaag op pad. En ik kan jullie vertellen, we hebben ervoor gezorgd dat hij ook daadwerkelijk in 1,9 seconden naar 100 gaat. Jullie willen niet weten hoe paupersnel die is. Het is echt idioot. Dus willen jullie nou vaker dit soort exotische voertuigen zien, doe dan zeker weten duimpjes omhoog. Laat het gewoon gaan voor 10.000 likes. En laat het voertuig hier nu gelijk in de reacties achter welke jullie nog graag terug willen zien in de LSPVAR afleveringen. Je ziet ook dat we bijvoorbeeld nu de connection bus erin hebben gezet. Is daar zo'n mooi recht stuk. Nog snel voor de bus langs. Hoppakee. Kijk hoe snel die is. Kijk hoe fucking snel die is. Het is echt werkelijk waar. Het is net alsof er een raket vertrekt gewoon. Het is niet normaal. We zijn wel, als het goed is, redelijk snel bij alle meldingen. Maar, vorige aflevering heb ik natuurlijk al heel veel meldingen gedaan. Dus waarmee ik nu graag zou willen beginnen, is gewoon een algemene controller. En jij bent de lul. Sorry, het spijt me. Ik ga jou gewoon als eerste controleren. Wat ik sowieso al gelijk kan doen, kreeg ik als tip van jullie. Dat is een hele goeie. Nog voordat ik hem laat uitstappen, kan ik natuurlijk al, even kijken, een vehicle description doen, of niet? Nee, een playcheck zoek ik. Ja, playcheck, kijk. Nou doe ik alvast een playcheck voor de auto voor mij, voor die Oracle, blijkbaar dat is. Dus dan weten we alvast wat er met die auto eventueel aan de hand is. Oké, DeMarcus Milton dus. Verder geen bijzonderheden. Oké, gaat hij daar stoppen? Is namelijk niet een hele tactische plek. Nou ja, oké, nu wordt het op zich wel redelijk tactisch. Ja, dit is prima. Er is helemaal niks mis mee. Oké, in dat geval zet ik mijn auto even zo. Het zijn namelijk twee rijbanen, dus dat moet makkelijk kunnen. Toppie. Het enige wat vervelend kan gaan zijn, zometeen, is dat die auto hier extreem in de weg staat. Voor als ik hem uit moet laten stappen en zo. Maar goed, we gaan eerst wel gewoon een praatje maken. Hi. Goeiedag, mag ik uw ID hebben? Met wie hebben wij nu te maken? Wij hebben te maken met DeMarcus Milton. Nou, daar stond de auto ook op geregistreerd, dus dat klopt gewoon allemaal. We gaan hem even opzoeken in het systeem van de politie. DeMarcus Milton, en wat gaan we daaruit vinden? Oh, niet heel veel, want ik heb het verkeerd ingetypt. DeMarcus Milton met dubbel L. En ik typte hem in met 1 L. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. License valid, no active warrants. Oké, nou top. Dan is er niks mis met de auto. Niks mis met deze gozer. Heeft gewoon zijn rijbewijs. Ziet er allemaal goed uit. Wat ik dan wel nog eventjes wil doen. Kunnen we wat vragen stellen? Nee, we kunnen geen vragen stellen. Dus in dat geval doe ik het gewoon als volgt. We gaan even een blaastest bij hem doen. Even kijken of meneer een slokje te veel wellicht op heeft. We gaan het zien. En wat blijkt? Oh! Ja, dit is een reden om meneer sowieso mee te gaan nemen naar het bureau. Als hij nu niet, zeg maar, je krijgt drie kansen. Je krijgt met een blaastest, krijg je drie kansen om een geldige blaastest af te leggen. Lukt het jou na drie keer proberen niet om een geldige, of ja, om een blaastest af te leggen, dan word je meegenomen naar het bureau. Dan word je echt naar zo'n apparaat gezet. Of ze gaan bloed bij je prikken. Ze vinden altijd wel een manier om achter te komen of jij echt zoop hebt of niet. Maar goed, ja, we hebben dus eigenlijk al reden om deze meneer mee te nemen naar het bureau. Dat is vervelend, want op het eerste oog leek er niks aan de hand. Maar nu toch wel eigenlijk. Geen drugs heeft hij verder gebruikt. Oké, het laatste wat ik dan nog eventjes wil doen is zijn auto doorzoeken. Dus we gaan eventjes goed naar zijn dashboard kijken. Hop, achterdeurtje even open. Ik vind dit persoonlijk een van de leukste dingen die je kan doen bij een staande houding.
Dat je gewoon letterlijk ook het hele voertuig kan doorzoeken. Super vet. Dus misschien vinden we nu flessen drank. Waaruit blijkt dat hij dat wellicht dus genuttigd heeft. Nee, verder vinden we niks bijzonders. Oké. Nou ja, het vervelende is dan wel. We gaan hem alsnog vragen om de auto te verlaten. Want hij kan geen geldige blaastest afleggen. Ja, het spijt me. Spijt me, vriend. Kom maar even hierheen. Ja, kijk. Dit bedoel ik dus. Hij zit dus nu klem. Of niet? Kom. Hallo. Hallo, kom maar even hierheen. Ja, heel goed. Heel goed. Ik wil hem eigenlijk ook helemaal geen boeien omdoen. Maar volgens mij moet dat. Omdat je hem anders niet officieel kan aanhouden. Dus sorry vriend. We gaan die boeien even omsmijten. Tenminste, ik zeg nu wel sorry. Maar wellicht heeft hij wel echt veel te veel gezopen. Hè? Dan is het gewoon meer dan terecht dat wij hem nu mee gaan nemen. Ik wil hem sowieso nog eventjes fouilleren. Zodat mijn collega die hem zo meteen komt ophalen dat niet hoeft te doen. Dus we gaan hem even fouilleren. Kijken of we nog wat aantreffen bij persoon. Nee, niks bijzonders. Oké. Meneer, kom dan maar eventjes mee. Want ja, u gaat dus mee naar het bureau. U kunt geen, geen blaastest afleggen. En dat kan dus betekenen dat hij of heel erg dronken is, of heel kortademig. Wat het ook is, je moet gewoon een geldige blaastest af kunnen leggen. Zo niet, dan kan ik natuurlijk niet weten of hij wel nuchter achter het stuur zit. Dus we gaan daar gewoon een transportje voor bellen deze kant op. Even kijken, die valt onder code transport. Local transport. We've got an officer requiring prisoner transport assistance. Wat betreft de auto, dat was deze. Hè. Daar gaan we een tow truck voor bellen. Zodat de auto hier natuurlijk niet voor eeuwig blijft staan. Hartstikke idee. Ook dat wordt geregeld voor de orakel inderdaad. Gaan wij weer instappen in deze prachtige, prachtige Tesla Roadster. En dan gaan wij onze weg vervolgen. Drug dealer melding. Oké, dan. Dat is, vind ik altijd wel een hele leuke melding. We gaan erop af. Prio 1 zonder toestemming. Reden dat ik mijn sirene dus niet aan... Kijk hoe snel die is, echt niet normaal. Reden dat ik mijn sirene dus niet aanzet... is omdat ik natuurlijk niet wil weten dat de drugsdealer weet dat ik eraan kom. Dat er politie is gealarmeerd. Goed. Het lijkt erop alsof persoon gewoon zich vervoert. Dus dat het... Ja, daar lijkt het wel. Dat hij gewoon in een voertuig zit. Dus ik hoop dan... Oh, dit is wel heel lomp gereden van mij. Maar dan ook echt heel lomp. Volgens mij viel zelfs nog de lantaarnpaal op iemand. Kan gebeuren. Ja, hij heeft zoveel kracht deze auto. Ik heb hem nog niet helemaal onder controle soms. Goed, dit is hem. Oké, dan gaan we een stopteken geven. Dit zou de auto zijn waar het om gaat. We gaan ook gelijk een playcheck doen. Echt een hele goede tip van een van jullie kijkers, jongens. Laat ook zeker weten achter in de comments, hoor. Als je tips hebt. Want het is gewoon handig. Soms laten jullie dingen achter dat ik echt denk van... Wow, dat is slim bedacht. En dit was er één van. Van Roy, doe gewoon een playcheck al voordat je de auto tot stilstand helemaal hebt. Dan weet je al of er iets mis is met de auto. Right? Hele goede. Hele goede tip. En wat blijkt... Hij wordt nu even door het systeem gegooid. Oké, Cloud Valentine. Deze 2 is wel 2 boetes op zijn naam. Verder niks bijzonders. Oké, Cloud Valentine staat dus de auto op. De auto staat op naam van Cloud Valentine. We zetten eventjes mijn auto zo neer. Ja, zodat jij hopelijk gewoon slim genoeg bent om te wisselen van baan. Dat jij nu dus even wisselt van baan. Dat u even wisselt van baan. Zonder tegen mijn auto aan te rijden. Maar goed, prima. Ik vind het best. Hey, goeiedag. Hey. We zijn gewoon normaal hallo natuurlijk. We vragen ze naar die. Met wie hebben wij te maken? Wij hebben te maken met... Cloud Valentine. Oké, dat is wel de eigenaar van de auto. Ik moet nu helemaal via hier instappen. Kijk ook echt die tablet erin, hè. Super vet. Zo. Omdat die auto dus gewoon niet doorrijdt. Super irritant. License valid no active warrants. Oké, nou prima. Ga jij nog rijden of moet ik je even helpen? Ik help jou wel even, want dit schiet allemaal niet op. Stap jij maar even uit, Truus. Zo, kijk. Kan je auto gewoon zo neerzetten, kan je gewoon je weg vervolgen. Oh, ze heeft geen interesse meer in de auto. Ze loopt dus weg van haar. Oké. Ja, you know, dat is maar gewoon niet meer mijn auto. Fijn. Oké, deze blijft maar akkoord met. Nou goed. Mevrouw, auto staat op de stoep. U kan hem daar gewoon pakken, hè? Want het was niet intentie om je auto te jatten of zo. Maar je stond verschrikkelijk in de weg. Goed, verder met de melding. Even kijken. ID hebben we al gehad natuurlijk. Dus wat ik dan nu even belangrijk vind. We kregen een melding voor drug dealing. Allereerst maar even kijken of meneer zelf wellicht onder invloed is van drugs. Dat is misschien wel een hele goeie. Control-O. Ja, dat is de control om het te doen. Control-O. Dat is wel handig gedaan. Blaas is de Shift-O. Drugstest is control-O. Dus dat is wel makkelijk te onthouden. En kijk eens aan. Kijk eens aan.
Het was dan toch wel een hele slimme, denk ik, dat ik begon met de drugstest. Want ja, we krijgen een melding voor drugdealing. Hè, hij rijdt in zo'n busje. I don't know, man. Ik dacht, laten we eerst maar gewoon controleren. Is deze persoon zelf wellicht niet gewoon onder invloed? En dat blijkt dus zo te zijn. Cocaïne wordt hier positief op getest. Volgens mij was het cocaïne. Wat er stond. Dus dat is gek shit. Ook nog eens gedronken. Alleen hij zit net onder het limiet. Dus dat is verder prima. Goed, dan ga ik jou sowieso eventjes vragen om de auto te verlaten. Want we hebben nu al genoeg reden om jou op jou aan te houden. Ja, hoppakee, meneer, je bent aangehouden. We hebben geen melding verder gekregen van dat hij vuurwapen. Dat hij eventueel vuurwapen bij zich kan hebben. Of dat soort dingen. Of dat het gevaarlijk. Hallo? Wat is dit voor scheis? Ja, hallo? Wat? Hallo? Hallo? What's up? Wat? Oké, wacht even. Ik zet dit busje even weg, want deze guy wordt helemaal lijp. Dit busje, daar ga jij niet meer instappen, vriend. Nee, hallo? Wat gebeurt hier nou allemaal? Ik wil hem beetpakken. Ik wil hem gewoon beetpakken. Oh, ik weet dat hier fout gaat. Nee. Nee. Uit die bus. Oh, mijn god. Oké, ik zet hem echt even weg, hoor. Want dit busje zorgt ervoor dat hij denkt dat hij daar moet instappen. Maar dat is niet de bedoeling. Kom even mee deze kant op. Ja, top. Ik wil jou al de hete beet pakken. Maar dat wordt hem gewoon niet. Hé. Jezus. Hij heeft gewoon serieus geen zin om te luisteren. Ik had een beet. Oké, wacht. Misschien volgt hij me wel gewoon. Kom maar gewoon hierheen dan. Hé, je zit alleen maar moeilijk te doen. En nou zitten op de grond. Hallo? Zitten op de grond. Ja. Zitten op de grond. Sorry dude, I was tripping. Ja, hij is echt onder invloed, joh. Dat is wel weer echt super realistisch gemaakt dan weer. Van de Elsblivar modders. Of van de scripters, whoever. Omdat hij dus zo wazig is van die drugs. Frommelt hij zichzelf waarschijnlijk, heet het gewoon los en loopt hij weg. Hij is gewoon helemaal in de war. Hij staat gewoon helemaal strak van die troep. Dus dat mag duidelijk zijn. Ik ga het busje dan nu wel weer even gewoon dichterbij rijden. Want het is niet handig dat hij zo ver weg staat van die guy. Ik ga hem daar... ik kan hem enigszins alleen laten omdat hij boeien om heeft. Maar helemaal alleen laten gaan we niet doen. Want wat ik wil doen is het volgende. Ik wil natuurlijk kijken of we ook nog drugs aantreffen in de auto. Dus we gaan natuurlijk weer searching vehicle doen. We gaan het voertuig doorzoeken. Tot nu toe vind ik het trouwens een extreem leuke surveillance. Letterlijk nu al. Twee soort van meldingen gehad. Of ja, één keer was het gewoon een controle. En nu eigenlijk weer een controle op basis van een melding. Super vet, man. Echt leuke dingen. Speedo, vehicle key. Of de, dit is, ja, oké. Het busje heet blijkbaar een speedo. En we hebben de vehicle key gevonden. Toilet paper en een face mask. Oké, dus verder geen bijzonderheden aangetroffen in de bus. Dat verbaast me eerlijk gezegd. Dan heeft hij het misschien natuurlijk gewoon nog bij zich, hè. Een drugdealer. Dus om die reden wil ik even dat hij opstaat. Gaan we eventjes fouilleren. We gaan even fouilleren. Even kijken of hij het nog zelf wat bij zich heeft. Nee, alleen zijn ID. Oké, dat is dan wel jammer. We hebben niks gevonden waardoor ik hem kan linken aan... Nee, je gaat niet weer in die bus. Nee, alsjeblieft niet. Ik ga er alvast in zitten. Ja, goed zo. Toppie. Zo, zet het busje weer even wat verder. Wat zijn we extreem lang bezig met deze melding. Ja, waar ga je nou weer heen? Ga zitten. Hallo, zitten op de grond. Nee, zitten op de grond. Goed zo. Ik ga echt even transportbus voor deze guy bellen, want ik word helemaal gek van hem. Zo. Goed, wat ik wilde zeggen... we hebben gelijk weer een melding. Hele belangrijke melding. Snel een tow truck bellen en dan deze melding snel accepteren natuurlijk. Alright, we hebben hem. Ik heb de melding geaccepteerd. Persoon met een mes, jongens. Oh, hij wordt opgehaald in de Audi R8. Dat zou ik ook wel willen. Als je dan boef bent, is het toch wel dik om opgehaald te worden in de Audi R8, denk ik. Alright. Loopt hier maar één persoon. Is dit hem dan ook gelijk? Ja, dit is hem. Go away. I'm not going back to the psychiatric... Naar de psychiatrische inrichting. In het Engels is het echt horror om dat uit te spreken. Maar hij wil dus niet terug naar de psychiatrische inrichting. Op afstand blijven. Meneer, ik geef u één kans. Blijf op afstand met dat mes. Kom geen stap dichterbij, even taser u. 3, 2, 1. Hoppakee, klaar. Mes laten vallen. Handen omhoog. Ook daarin. Eén waarschuwing. Mes laten vallen. Op de grond. Liggen. Op de grond.
Alright, heel goed. Nice and slow. Nice and slow. Geen onverwachte bewegingen maken. Alright, meneer, u bent aangehouden. Ja, voor het bij u hebben van verboden wapenbezit. Dat is hem. Ja, ik moet af en toe nog even... Ik moet af en toe nog even werken, weer wennen aan al die termen hoor. Maar dit zou als het goed is een gevalletje verboden wapenbezit moeten zijn. Hè, rondlopen met een mes op straat, dat is niet normaal. Dat hoef ik jullie ook niet uit te leggen, denk ik. Maar top. Het was voor mij fijn dat het in een area was waar ook maar echt één persoon liep. Dus ik had hem natuurlijk al heel snel in de gaten. Ga jij maar even zitten. Want ja, het enige nadeel aan de Roadster... Oh, trouwens, heb ik jullie nog vergeten te vertellen. Maar kijk eens ook eens even de kentekenplaat, hè. Gewoon royalistic op de kentekenplaat. Hoe vet is dat, hè? De Tesla Road, ja echt, ik kan er niet over uit. Dat het gewoon gelukt is om een auto die nog niet eens geproduceerd wordt, die nog niet eens op de markt is, die nog niet eens door de wereld heen rijdt, überhaupt, dat ik die gewoon in GT5 heb als Nederlands politieauto. Echt te bizar voor woorden. Nogmaals, shout-out naar jou, Ippy. Goed, ik ga een transportunitje voor deze guy bellen. Zij mogen verder het onderzoek doen. De mes heeft hij laten vallen, die hebben we net opgepakt. Ik wil hem trouwens wel nog eventjes snel fouilleren, I guess. Dus je mag wel nog even één keer opstaan. Kan dat nog? Nee, kan niet meer. Oké, dan moet mijn collega dat maar regelen. Dat is standaardprocedure voordat iemand in de dienstauto wordt gezet, wordt iemand gefouilleerd. Oh, trouwens, is dat standaardprocedure? Volgens mij niet altijd. I'm not sure. Oh, ik word gewhatsappt. Ik zorg ervoor dat dat nu uitstaat. There you go. Even kijken. We gaan een nieuwe melding doen. Die ga ik gewoon even forceren. Ik kan als het goed is op een knop klikken. Dat is deze. Traffic stop backup. Leuk. Heel leuk. Alleen, hoe ver weg het is minder leuk. Hartstikke leuke melding. Maar nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Store robbery. Holden. Prio 1 met toestemming melding. Een winkeloverval, jongens. Oh, shit. Kijk, nou gaan we die snelheid even gebruiken, hè, van die roadster. Morgen. Kijk hoe hard we gaan. Het is een kledingwinkel die wordt overvallen. Prio 1 met toestemming, zoals gezegd. Alright, dan gooi je de auto voor de deur. Oh, shit. Oh, shotguns en alles. Oh, mijn god. Oh, mijn god. Oké, okay, eerst ga ik mijn sirene uitzetten, want anders word ik helemaal doof ervan. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Oké. Alright, ze staan daar. Ze hebben met shotguns, zo te zien, hebben zij de winkeleigenaar onder schot. Dit is een geval dat je local SWAT team erbij halen. Ik weet niet of ik de Nederlandse, hoe heet het ook alweer? Het arrestatieteam uniform erin heb zitten. Gaan we nu achterkomen, we gaan de SWAT teams erbij halen. Want dit is lijpe shit. Dit is hele lijpe shit. Ik hou hem wel gewoon onder schot, maar hebben ze door dat ik er überhaupt ben? Anders kunnen er een in zijn been schieten. We wachten eventjes tot het AT erbij is. Geen idee wat voor auto's ze komen, wat voor uniformen ze aan hebben. Ik laat mezelf verrassen, ik roep normaal gesproken nooit het AT. Ik ben ook bang als ik iets dicht in de buurt kom dat zij gaan schieten. Dus we wachten nog wel eventjes. Oké, okay, dat is het AT? Lijkt me niet dat dit het AT is, toch? Is dit het AT, ja? Zo, ik krijg in één keer even dikke frame drops, by the way. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik roep wel gewoon local patrouilles erbij, anders. Alright. Wat ik sowieso kan doen, is ze in de benen schieten. Oké. Yo, what's up, man? What's up? Volgens mij zijn die helemaal door dat hier een winkel overvalt aan is. Oké. Okay, oh, shit. Ze... Wat doen ze nou? Ja, ik heb niks anders dan dit. Ik heb alleen een pistool. Ik denk dat ik gewoon... Die linker heeft hem nog steeds onder schot. Moet ik het alleen gaan oplossen, jongens? Dan ga ik het nu alleen oplossen, namelijk. Wapen laat vallen! Wapen laat vallen! Wapen laat vallen! Wapen laat vallen! Oké. Okay. Hij is nog steeds dood. Wow! Hij is dood. Hebben zij het overleefd? Ja, ze hebben het allemaal overleefd. Yes! Oh, dit is top. Neo cloning is closed. Ja, dat snap ik dat het closed is. Hier ligt het zak geld. Alright. Veilig gesteld, jongens. It's fine. Gelijk ambulance hier naartoe. Wat een chaos.
Even kijken. Code 3, local EMS units. 3 ambulances deze kant op. Wow, wat gekkigheid. Cash is opgepakt. Hier moeten we ook een corona service nu voor bellen. Dus een soort van crime scene investigation team. Die hebben wij, als het goed is, hier staan. Ja, de coroner. Damn, wat was dit lijp? Maar, volgens mij heb ik het goed gedaan. Want het was meer dan terecht dat ik ze overhoop schoot. Ze wilden hun wapens niet laten vallen. Ambulance is ter plaatse, helemaal goed. Vooral deze mevrouw is natuurlijk helemaal in de stress. En geef haar eens ongelijk. Maar waar ik blij mee ben, is dat we allebei de winkeleigenaren hebben kunnen redden. Hebben ze allebei kunnen redden. Damn. Burglary in an apartment. Weer een hele vette melding. Jongens, er zitten bomvol vette meldingen vandaag. Wat een top, top, top dag, hè? Het enige vervelende is volgens mij weer dat het helemaal aan de andere kant van de map is, of niet? Waar is het? Je weet toch niet dat daar ergens helemaal is? Huh? Is het dit het? Nee, dat is het niet. Hè? Waar is het dan? Oh, 4,42 mijl. Ja, dat is te ver. Dat is echt ver. Maar en, jammer ook dat het niet op de map staat dan waar het precies is. Goed, we doen wel een nieuwe melding. Een stolen bus! Oh jee, daar gaan we weer. Oh jee, hier heb ik memories aan. Maar het leuke is nu wel, het zou een connection bus nu moeten zijn. Dat is wel tof. Hoe ga ik daar komen? Er liep daar iemand over de weg, dat was heel vaag. Alright, ik denk dat ik weet hoe ik dit ga doen. Wel een beetje op de GTA manier, maar zoals jullie waarschijnlijk wel van mij weten. Mijn LSPVAR episodes, ik probeer het enigszins realistisch te doen. Maar niet volledig realistisch. Ik blijf wel gewoon Roy, weet je. Dus nee, ik ram gewoon met die scheis. Hier rijdt de bus. Oh, nou uitgekeken, dit is dan de normale bus zeker. Ja, hier rijdt gewoon netjes een connection bus. En dan de bus waar we nu achteraan zitten. Is dan uitgerekend een niet-connection bus. Nou, kan gebeuren. Alleen, dit zijn wel gewoon lijpe dingen. What the fuck, ouwe? Oké, we zetten hem gelijk zo stil. We schieten de banden lek, voor als hij nog door wil gaan. Alright, hij gaat aan de andere kant uitstappen volgens mij. Ja, hij is eruit, hij is eruit. Daar gaat hij, daar gaat hij. Staan blijven! Stungun, there we go. Taser! Staan blijven! Politie! Politie! Oké, kunnen we hem tackelen? Oh, hij is snel, gek. Bam! Yes! Heerlijke taste! Here you go! Handen omhoog! Weer aangehouden! Handen omhoog! Precies, op de grond liggen! Op de grond liggen! Oké. Okay. Damn! Deze vent is niet goed, hè? Dat stil in een bus, met dus allemaal mensen erin, gewoon burgers erin. En dan ga je hem ook nog eens crashen tegen de muur aan. Dan ben je toch niet helemaal goed, te vel dan? Wat de pauper, maat. Zo, dit was echt weer hele zieke shit hoor, deze melding. Wederom gewoon. Mijn auto stond hier toch? Ja, ja, ja. Tenminste, ik zie daar lampen vandaan komen. Ja, ik stond hier, ja. Alright, voor al die mensen in de bus ga ik ook even een ambulance bellen. Even checken of, via de ambulance even checken of het allemaal goed gaat met al die mensen. Ik zie er een aantal mensen met hun hoofd naar beneden zitten. Die zijn natuurlijk super getraumatiseerd. Logisch ook. Dus daar gaan we zeker een ambulance voor bellen. En we bellen een transport unit. There you go. En zoals gezegd, dus een local EMS unit. Doe maar twee. Twee ambulances. Dus iedereen even controleren. De bus is weg. Oké, dat is top. Geen idee hoe dat is gebeurd. De mensen zijn eruit. Oh, kijk, zie je. Eentje ligt dus verpampers op de grond. Die wordt even niet goed, denk ik. Nou ja, ambulance is onderweg, transport is onderweg. Wij gaan gewoon een volgende melding doen. Fighting in progress. Alright, er zijn dus burgers aan het vechten. Wat een meldingen allemaal, jongen. Wow, gast. Ik denk serieus, als dit zo doorgaat, dat het een van mijn vetste... Wat gaat hij doen? Een van de vetste LSPVAR episodes ooit gaat worden. Ik zweer het. Wat de hel. Zulke vette meldingen. Zo'n vette bak waarin we rijden. Ik weet niet. Het is helemaal top gewoon. Het begint langzaamaan avond te worden hier in Los Santos. Fucking bruut, man. Alright. Maak een prio 1 met toestemming melding van. De reden dat ik daarvoor kies is omdat 1. Natuurlijk mensen aan het vechten zijn. En je weet niet op welk niveau ze aan het vechten zijn. Of het simpel een knoppartijtje is. Of dat er gewoon mensen doodgetrapt worden. En 2. We schrikken ze natuurlijk af door sirene aan te zetten. Dat schrikt sowieso af. Kijk, hier zijn ze aan het vechten. Oh, shit. Stoppen! Stoppen! Allebei stoppen! Nu stoppen! Hey, hey, hallo! Hallo, mag jij ook? Sta mij even! Hoppakee, ik heb versterking nodig. Versterking is gevraagd op de grond. Jij ook op de grond! Ik heb veel te veel backup geroepen nu, per ongeluk. Sta blijven! Jij ook! Sta blijven! Sta blijven!
Bam! Here you go, tweede keer getaserd. Dan komt Pauper voor politie aan, ik waarschuw je alvast. Hand op je hoofd inderdaad, op je knieën. Op je knieën. Hier gewoon op de dam. Wat is dit voor video, joh? Wow! Echt, ik ben gewoon super hyped. Echt, ik weet niet, man. Ik heb sinds tijd niet gehad. Oh, ik heb net te veel backup geroepen. Waardoor echt het hele korps daar staat. Ja, ik heb hem wel gearresteerd. Kan ik nu iets? Of ben ik nu helemaal fucked up? Sta ik vast? Net wanneer ik zeg, lijpste shit ooit, maak ik eigenlijk zelf een foutje door ik te veel backup heb geroepen. Nu sta ik gefreezed. Ik kan nog iets proberen. Reload al plugins kan je dan doen. Dat wil wellicht nog wel eens wat doen. Dus we gaan kijken of dat wat gaat doen. Reload al plugins. Dan laat hij dus weer opnieuw LSPVAR in. Ik ben al lang blij dat mijn game niet is gecrashed. Want dat had ook nog kunnen gebeuren. Nou, dit is eigenlijk hoe mijn popje er normaal uitziet. Misschien is dit ook wel een keertje leuk om in de video te doen. Dat jullie zien hoe dat behind the scenes eigenlijk dus eraan toe gaat. Voordat je een LSPVAR episode kan beginnen. Oh, en nu zak ik door de grond. En nu zit ik in het water. Ah ja, maakt niet uit. Kijk, als we daar gewoon even aan wal gaan. Ondertussen even uniform aandoen. Dan zijn we gewoon helemaal oké. Het is gelukt hoor. Ik heb mijn auto terug. Ik heb mijn uniform terug. Kijk even wat voor chaos het hier is. Allebei de gasten zijn aangehouden. Dus we kunnen deze melding trots achterlaten. Iets te veel backup is geroepen. Waardoor mijn LSPVAR crasht eigenlijk. Maar goed. Heel hectisch dus. We gaan nog één melding doen. Hoppakee. Een drug dealer hebben we al gehad. Person with a knife. Leuk. Leuk. I like that. Gaan we doen. Het is hier echt één zieke chaos. We proberen ons een beetje er doorheen te manoeuvreren. Zouden hem volgens mij nog steeds onder schot of zo? Ja, nou ja, kom maar goed. Hij is geboeid. Ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Maar ja, nogmaals, daar hebben we geluk mee hoor. Dat mijn GTA niet helemaal was afgesloten. Dat gebeurt meestal. Als je shit crasht, dan crasht ook echt alles, weet je. Dan crasht je hele game. Maar daar ben ik dus heel blij mee. Onze game is niet gecrashed. Het enige... Dit is echt geen goede beslissing. Het enige wat gecrashed was uiteindelijk was dus de mod zelf. Waardoor we die gewoon weer opnieuw aan de praat konden krijgen. Hier zou dus weer iemand met een mes moeten zijn. Die melding hebben we al eerder gehad. Maar ik vind die melding gewoon onwijs tof om te doen. Elke persoon reageert natuurlijk anders. De een die geeft zich gelijk over en denkt shit, ik ben erbij. De ander die denkt, dacht het even niet. I do not want to live anymore. Oh shit, we moeten afstand houden. Hij moet zichzelf natuurlijk niet dood gaan steken. Nee. Oh, ik heb geen taser nu. Fuck. Oké, ik heb geen taser. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Blijf op afstand. Handen omhoog. Mes laten vallen. Ja, hij laat het mes vallen. Heel goed. Daar heb ik gelukkig niet mijn vuurwapen hoeven gebruiken. Alright, meneer. U bent aangehouden. Voor verboden wapenbezit natuurlijk. Wellicht komen er nog extra charges bij. Misschien heeft hij hier ook nog wel mensen bedreigd. Lijkt me niet echt op een locatie zoals dit. Lijkt me nu eerder een verward persoon die met een mes op straat is gegaan en hier gestrand is. Want hier kom je natuurlijk niet zomaar terecht. Hoog in de bergen op een drukke weg. Oh, we zetten de auto van de kant. Oh, trouwens, zou die bij mij gaan instappen nu? Dat zou toch wat zijn? Nee, hè? Als dat ook nog kan, als ik in mijn roadster gewoon arrestanten mee kan nemen. Denk ik niet, hoor. Maar dat zou wel echt lijp zijn. En de auto's van twee kan dat volgens mij niet. Shit! Ja, kom eens even hier, maat. Kom maar eens even hier. Nou ja, dan gaan we eerst wel fouilleren anders. Kan ik überhaupt iets met deze guy? Of, wacht, kom even mee zo. Kom even deze kant op. Kom even bij deze kant op. Goed zo. Alright. Staan blijven nu. Stilstaan. Stilstaan nu. Ik word helemaal zenuwachtig van deze vent. Echt waar. Ik wil hem gewoon eventjes fouilleren. Dat wil ik even doen. Ja, toppie. Kijk, we gaan hem even fouilleren. Eindelijk hoor. Jongen. Mocht even duren. We hebben zijn ID gevonden. Jim Cox. Oh, dat vind ik dan wel eigenlijk even interessant. Om hem door het politiesysteem te gooien. Leuk dat je dat gewoon aantreft, joh. Jim Cox. Dan kunnen we even weten of hij een bekende is bij de politie, ja of nee. Waar is het verder? No active warrants. Oké, okay, nee. Hij wordt verder niet gezocht door de politie of wat dan ook. Goed. Meneer, wat wilde ik nou ook weer tech? Ik wilde checken of ik jou mee kan nemen in de auto. Dus sta maar even op. Ik weet eigenlijk het antwoord al hoor, jongens. Dus ik kan jullie alvast teleurstellen. Dit gaat hem niet worden. Maar toch ga ik het even proberen. Kijken of het lukt. Nee. Het komt gewoon echt omdat het een supercar is. Kijk, hij zoekt wel de optie om hem erin te doen. Maar dat gaat hem zo niet worden. Dus we zetten hem weer op de grond hier zo. Ga maar zitten. En dan bellen wij een transportunit. There you go. En dan gaan wij hier de episode afsluiten. Naar mijn mening, een van mijn leukste episodes ooit. Holy damn. Super vette auto. Super vette meldingen.
Alles verliep gewoon een keertje echt helemaal top. Op die ene crash na dan verliep alles top. Ik kon goed het overzicht bewaken, als het ware, bewaren. Ik weet niet. Het was gewoon helemaal... Het voelde aan als een hele fijne, prettige episode. Waarin alles ging zoals ik het wilde. En dat is wel eens anders geweest, zeg maar. Dat weten jullie ongetwijfeld. Dus mocht jullie nou net zo genoten hebben van deze aflevering als dat ik dat heb gedaan, doe dan zeker weten een blauw duimpje omhoog natuurlijk op de video. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Wat een mooie b-roll hier in één keer. Hij pakt een beet volgens mij. Hij pakt een onzichtbaar persoon beet. Hij heeft blijkbaar de krachten om gewoon onzichtbaar te worden. Dat is ook wel dope. Maar in ieder geval, mocht je nou net zo erg genoten hebben, doe zeker weten een blauw duimpje omhoog natuurlijk op de video. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan hoop ik jullie morgen om 3:30 natuurlijk weer terug te zien bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Laters.